In februari had de bezetter een Joodse Raad voor Amsterdam ingesteld. Die moest dienen als doorgeefluik van de Duitse orders aan de Joodse gemeenschap. De raad was samengesteld uit Joodse notabelen met als voorzitters Abraham Ascher en David Cohen. In de zomer van 1942 was al wel duidelijk dat de Duitsers de raad vooral gebruikten om het transport naar de concentratiekampen soepeler te laten verlopen. De raad moest aangeven wie er zogenaamd onmisbaar waren. Maar ook in andere provincies werd een Joodse raad ingesteld. En daarover gaan we het hebben, want ook in Enschede was een Joodse raad. En daar ging het beslist anders aan toe. En daarover ga ik praten met geïnteresseerde Henk de Ruiter. Waarin was de Enschedese raad anders dan die in Amsterdam? In Amsterdam probeerden ze zelf het touw in handen te houden door zelf ook te zijn bij de beslissingen die genomen worden door de Duitsers. Enschede ging echt de eigen weg. Ze hadden al lang in de gaten dat het echt de verkeerde kant op ging. En dat had te maken dat voor de oorlog al vele Duitse, Joodse vluchtelingen uit Duitsland in Enschede terecht gekomen zijn. En wat betekende dat in de praktijk? Hoe functioneerde die raad hier in Enschede? Die, die raad als zodanig functioneerde niet echt anders dan in, Am dan in Amsterdam. Ze kwamen bij elkaar, maar de manier waarop en wat ze regelden was anders. Met name op het punt van de onderduik. Daar waren ze echt heel op gebrand. Mensen, probeer onder te duiken en wij helpen jullie daarbij. Maar dat moest allemaal natuurlijk buiten het gezichtsveld van de Duitsers gebeuren. En hoe komt dat dat ze daar in Enschede anders over dachten dan in Amsterdam? Er zijn heel veel, ja heel veel enkele redenen, oorzaken voor aan te wijzen. Ik noemde al hun eerste kennismaking met. Maar Enschede was ook een kleine gemeenschap wat Joden betreft, maar wel verspreid over de stad. Ze hadden dus connecties door de hele stad. Terwijl Amsterdam echt een aparte jodenbuurt was. Dus daar lag het wat anders. En wat is dan nu de connectie met Nijverdal? De connectie met Nijverdal is dat de voorzitter van de Joodse Raad in Enschede was Menko. En de secretaris was Sanders, meneer Sanders. En meneer Sanders die heeft uh, uh, onder andere verzorgd dat twee van zijn zussen in Nijverdal ondergedogen zijn. Maar ook via het netwerk van de domen Dominee Overduin. Daar was ook de. De Nijverdalse hervormde dominee Heimans aangesloten. Dus via hem, via dat netwerk, zijn ook mensen in Nijverdal terechtgekomen. Eerst in, uit Enschede, maar later in, in, in tientallen uit Amsterdam. Want in Amsterdam zit dan weer een dominee. Die daar ook zo bezorgd was, om die, die ook deel uitmaakte van dat uh, netwerk van, van Overduin. En geïnformeerd vanuit Amsterdam. Naar het oosten, waar kunnen we mensen kwijt? Ook via Domnee Heijmans dan, lag er ook een linkje naar Nijverdal. Er was een significant verschil tussen het mensen die het in Enschede als Jood overleefd hebben en in Amsterdam. Leg eens uit. Ja, de manier waarop, bedoel je. Nee, ik bedoel, hoe kan het dat er in Amsterdam zoveel procentueel gezien, zoveel meer Joden. Uh, het niet overleefd hebben in vergelijking met de Enschede Raad. Ja dat, ja, dat is onder andere te wijten aan het uh, feit dat de Joodse raad in Amsterdam toch het, uh, het onderduiken niet stimuleerde. In tegendeel. Val zo weinig mogelijk op, op wat dat betreft. En in Enschede was juist de tactiek: mensen gaan onderduiken. Nog vanuit de Joodse Raad werd dat enorm gestimuleerd. Maar dit wil niet zeggen dat ik er een oordeel over heb. Het een was beter dan het andere. Ergens is het verkeerd gegaan en het andere weer niet. Ik heb alle begrip voor Amsterdam en ik heb ook alle begrip voor NCRE. Dank je wel.